Een dikke tegenslag voor het Arnhemse Watermuseum vanmorgen. Er was een waterleiding gesprongen en het museum stond van boven tot onder blank. Water, dat weten we allemaal, denk ik, heeft de neiging om het laagste punt op te zoeken. En in deze omgeving zijn wij dat toevallig. Een goede communicatie rond de opvang van vluchtelingen is van groot belang. Dat bleek gisteravond weer eens op een emotionele bijeenkomst in Vaassen. En wat gaat de politiek doen aan de groeiende wolvenpopulatie? Dat willen bewoners van de Veluwe weten van kandidaat Kamerleden. Goedenavond. Het was dweilen met de kraan open vandaag in het Nederlands Watermuseum en het naastgelegen café aan de Beek in Arnhem. Sinds vanochtend hebben ze daar last van wateroverlast. Het water loopt daar uit allerlei hoeken en gaten naar binnen. Het water liep letterlijk als een waterval van de trap af. De slogan van het Watermuseum in het Sonsbeekpark in Arnhem is vandaag wel heel treffend. Met deze aanblik vanmorgen vroeg. Water, dat weten we allemaal, denk ik, heeft de neiging om het laagste punt op te zoeken. En in deze omgeving zijn wij dat toevallig. Dat was 20 jaar geleden al zo. Dat is nog steeds zo. Dit is niet iets wat we binnen 2 uurtjes zo hebben opgelost. Want het water heeft zijn weg naar binnen gevonden. Dan zie je dat er op de begane grond natuurlijk ook water staat. En dat geldt ook voor het ondergrondsgedeelte van het museum. Dat is niet zo dat helemaal blank staat, maar daar is wel degelijk water aanwezig. Dat is helemaal naar binnen gestroomd. Ook in het café van het Watermuseum is het dweilen met de kraan open. En is het redden wat er te redden valt. Toen wij dus binnenkwamen, toen stond natuurlijk het bargedeelte, maar ook de serre stond helemaal blank. Dus wij hebben hier zeg maar al het meubilair vanuit de serre, die hebben wij heel snel deze kant op gehaald, drooggezet in het bargedeelte. Al ons personeel opgetrommeld en kijken wat we kunnen doen. Het museum heeft bij hevige regenval vaker met wateroverlast te maken. Maar deze keer lijkt de oorzaak anders. Na alle waarschijnlijkheid is het toch echt een forse waterleidingbreuk. We bekijken het stap voor stap. Vandaag blijft het museum dicht. Inwoners van Vaassen zijn woest op hun burgemeester. Die praat hen gisteravond bij over de plannen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op voormalige camping Het Hertoghof. Omwonenden noemden de burgemeester een leugenaar. De emoties lopen hoog op. Burgemeester Tom Hoorn vertelt dat er minder Oekraïense vluchtelingen zullen worden opgevangen op het Hertoghof. Daarmee zegt hij geluisterd te hebben naar bezwaren van omwonenden. Een verhaal vol leugens, vinden de Vaassenaren. Daarop verlaten ze vroegtijdig de zaal. Wij zijn helemaal niet tegen Oekraïners. Wij zijn tegen de manier hoe we behandeld worden. Je kan dingen inbrengen, maar er wordt niks mee gedaan. Er wordt niet op gereageerd, er wordt elke keer gelogen. Dus daarom heeft het ook niet zoveel zin om hier eigenlijk te blijven. 125 Oekraïners moeten er vanaf mei worden opgevangen in 35 nieuw te plaatsen chalets. Maar volgens de buren gaat niet alles volgens de regels. Er gebeuren daar dingen op het terrein wat gewoon het daglicht echt niet kan weerstaan. De Dassenburg, zeg maar, die wordt verstoord. Ze rijden met bulldozers eroverheen. We controleren op elke melding die wordt gedaan. En tot op nu heeft dat niet opgeleverd dat er een grote overtreding plaats heeft gevonden. Het is al langer onrustig op het terrein. Vorig jaar moest de camping gedwongen sluiten omdat het er brandgevaarlijk was. Begin vorige maand brandde er voor de 2e keer in korte tijd chalets tot de grond toe af. Vermoedelijk brandstichting. We krijgen zelfs de schuld van de burgemeester dat wij daar de boel in de brand zouden hebben gestoken. Zeg maar, hoe durf je? En mensen hebben dat geïnterpreteerd zo. De vraag was natuurlijk, heeft het verband met het feit dat daar een opvang komt? En toen hebben we gezegd, we kunnen niks uitsluiten. Het is aftellen naar 22 november, de dag dat we weer mogen stemmen. Voor de Tweede Kamer dit keer. Een van de thema's die tot felle discussies leiden is de wolf. Wat doen we met de wolvenroedels op de Veluwe? Veel mensen maken zich daar zorgen over. Schapenhoudster Ellen van der Zweep, het hetere, maakt in een half jaar 4 aanvallen mee. En zij wil dat de politiek ingrijpt. De schapen grazen in de weilanden van Ellen van der Zweep uit Heteren. Maar nog nooit waren dat er zo weinig. Oorzaak? De wolf. We kunnen onze dieren onvoldoende beschermen omdat we in wolvengebied zitten. Dus we hebben besloten een groot deel van de kudde te verkopen. Met pijn in het hart, want de schapen betekenen veel voor haar. In een half jaar maakte ze 4 aanvallen mee, ondanks de dure maatregelen die ze nam. Ze wordt er moedeloos van.
We hebben netjes gedaan wat de overheid zei. Voor heel veel geld een duur hek gekocht, wat dus niet werkt. We zijn helaas niet bij macht om al onze weilanden ook af te zetten. Waar zijn we aan toe? Want zoals het nu gaat, gaat het niet meer. Mijn vraag aan de kandidaat Kamerleden is: wat is de status van de wolf in Nederland? Komt er beheer? Ja of nee? En hoe ziet dat eruit? En mijn tweede vraag is, een concrete vraag, wanneer gaan jullie beslissen? Een datum. Die vraag stelt schapenhouser Ellen van der Zweep aan Falco van Hassel van de Partij voor de Dieren. Nou, hoe die partij denkt over de wolf in onze provincie, dat ziet u om 17:15 op TV Gelderland in onze interviewreeks met Gelderse politici, het Stemlokaal. Straks in deze uitzending, het gaat hard met de vergrijzing. En om al die senioren goede zorg te blijven geven, zijn we steeds afhankelijker van technische snufjes. Dames van de zorg, die komen dan op beeld. En dan heb ik hier een klein hoekje, daar kan ik mezelf in zien. In Doesburg is vandaag de eerste van 15 flexwoningen op zijn plek gezet. Doesburg is daarmee de eerste gemeente in de Liemers die dit soort tijdelijke huizen realiseert. Grote vraag is of de stroom op tijd aangesloten wordt. De aansluitingen lopen overal ernstige vertragingen op. Als het op tijd lukt, dan kunnen de bewoners nog voor het einde van het jaar de woningen in. Ja, en nou hopen dat over 2 maanden alle huisjes staan en we gewoon erin kunnen. Dus ik heb een heel mooi beeld erbij. SGP-lijsttrekker Chris Stoffer uit Elspeet heeft vandaag meegedaan aan een betoging tegen abortus in Rotterdam. Dat kondigde hij vanmorgen al aan in een interview bij Omroep Gelderland. Betogers van de vereniging Kies Leven spreken vrouwen op weg naar de kliniek aan om met hen te praten voordat ze de kliniek binnengaan. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat mensen zeggen van, weet je, ik stel er geen prijs op, dan moet je ook niet aandringen. Maar op het moment dat er zijn echt heel veel vrouwen die zeggen, ja, het komt mij door meisjes, door omstandigheden. De ziekte blauwtong is een ware pandemie geworden in onze provincie. De ziekte kennen we vooral van schapen, die meestal ook aan de ziekte overlijden. Maar ook koeien krijgen het en boeren ondervinden de gevolgen ervan. Zieke koeien geven namelijk minder melk. Ja, je ziet vooral bij de neus wat korstvorming optreden. En dat gaat soms ook gepaard met wat slijmproductie. Koeien met blauwtong. Het boerenbedrijf produceert verschillende landbouwproducten voor hun eigen klantenkring. Melk van de koe is één van die producten. Jelmer zit nu met verschillende zieke koeien. De gevolgen van blauwtong zijn bij koeien alleen minder ernstig dan bij schapen. Je ziet de koeien eigenlijk wel weer vitaler worden, maar de melkproductie die blijft dan nog wel achter. Jelmer vraagt dan ook begrip aan zijn klanten voor deze stap. Iets legere melkflessen. We hebben dat de klanten voorgelegd en ze zijn eigenlijk allemaal heel daar oké mee. En zelfs dankbaar en enthousiast dat we ze meenemen in de ziekte onder de kudde. Minder gevuld dan normaal dus. Waar het ook iets minder gevuld was, was hier op de Lestermert in Druten. Wel paarden hier, maar geen koeien. Wegens blauwtong. Ik heb wel eens vaak gezegd bij de Lestermert, daar horen runderen bij. En ik zeg, want als mensen zich een beeld vormen van de Lestermert, dan worden er maar om 2 dingen gedacht. Dat is erwtensoep en koeienpoep. Er komen vast betere tijden. De knut die de ziekte overbrengt, verdwijnt straks met de kou. Juist nu, veilig naar buiten dan. Steeds meer ouderen die ook nog eens steeds ouder worden en steeds minder zorgpersoneel. Het is niet moeilijk te voorspellen dat dat gaat knellen. Om toch voldoende zorg te kunnen blijven leveren, wordt er steeds meer ingezet op technische snufjes. Willy Hartelman is 92 jaar, heeft suikerziekte en woont nog zelfstandig in Borculo. Kijk, heb ik deze dingetjes. En dan ga ik daarvoor zitten en dan staan die dames van de zorg, die komen dan op beeld. En dan heb ik hier een klein hoekje, daar kan ik mezelf in zien. Nou, en dan kan ik op zien hoeveel moet ik te weg spuiten. En dan laat ik dat zo zien aan de camera en reageren zij, ja, ik heb het gezien. Dag, Hartman. Dag. Goeiedag, u had ingebeld. Toen de zorg een tijdje geleden het voorstel deed aan mevrouw Hartelman om dit apparaat in huis te nemen, dacht ze maar één ding. Nee, met mijn knoppenangst. Ik denk, al dat ding met die knopjes, ik kon er niks mee. Toch durfde ze de stap te zetten en nu prikt ze dus, net als eerder iedere dag de insuline zelf, maar hoeft de zorg niet meer naar haar toe te komen. Voor de wijkverpleegkundige betekent dit een groot voordeel. We zien natuurlijk steeds dat het steeds drukker wordt in de,
in de zorg. Meer cliënten en minder handen aan bed. En door dit soort innovaties maken wij wel wat meer ruimte vrij voor fysieke zorg en routes. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor mevrouw Hartelman? Fijn en niet fijn, maar die vindt het ook wel heerlijk dat er van de zorg in komt. Toch krijgt ze met dit toestel wel iets terug, want ze kan nu spelletjes spelen. En nog veel belangrijker, haar kinderen en kleinkinderen sturen haar regelmatig foto's toe. Dat is zo fijn. U lijkt in één keer wel een jongere die verknocht is aan zijn mobieltje. Ja, dat zou je zeggen, ja. Nee, zo ver is het niet hoor. En dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site leest u onder meer over de begroting van de provincie Gelderland. Komend jaar wordt er 919 miljoen euro uitgegeven. En op gld.nl leest u waaraan. Ik wens u nog een fijne avond. Goedendag. Ja, gisteren viel er weer een flinke plens met regen, ook in onze provincie. Regionaal wel richting de 20 mm regen. En komende dagen komt daar ook nog wel een flinke plens met regen bij. Toch was er vandaag, donderdag overdag, toch ook nog wel wat ruimte voor de zon. Zeker in de ochtenduren. In de middag betrok het echter alweer snel en trokken weer stevige buien over. Die lokaal ook weer flink wat regenwater achterlieten. Vanavond, dan hebben we ook nog wel met die buien te maken. Dat zien we ook goed terug op die animatie. Die trekken regelmatig van zuidwest naar noordoost over. In de nacht wordt het tijdelijk ietsje droger, maar vrijdag overdag opnieuw enkele stevige buien die over gaan trekken. En daarmee is het voorlopig dus wel erg wisselvallig. Pas in het weekend, dan lijkt er een tijdelijke verandering te gaan optreden. Vanavond hebben we dus eerst nog te maken met die buien die overtrekken. Regelmatig is het echter ook al droog. Het is een graad of 8 of 9. Uiteindelijk dalen die temperaturen in de nacht naar zo'n graad of 5. En verloopt die nacht toch grotendeels droog, met uitzondering van een enkele bui. Morgen overdag begint het nog aardig droog, maar in de loop van de dag leeft die buiigheid weer flink op. Die buien trekken opnieuw van zuidwest naar noordoost over onze provincie en laten lokaal dus weer flink wat regenwater achter. Lokaal misschien zelfs ook wel met een klap onweer, dus het is echt wel onstuimig. De temperatuur die loopt bij een overwegend matige zuidwestenwind op naar zo'n 9 graden. Ook zaterdag is er nog kans op enkele buien, maar ze zijn dan wel iets minder actief. In de nacht van zaterdag op zondag dan gaat het erg afkoelen. Lokaal kan er misschien zelfs wel grondvorst gemeten worden, maar er ontstaan ook enkele mistbanken. In de nieuwe week dan neemt de wisselvalligheid langzaam weer toe en dan keert dat natte weer dus ook weer terug. Tot de volgende keer.